ja, dit drink ik echt. Oh, jongens. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Hoi, leuk dat je weer kijkt. Het is maandag. Jee, een hele nieuwe week. Ik zei vanmorgen al tegen de kinderen in de auto. Het gaat best een drukke week worden. Ik ga dus ook echt een beetje alles voor de kinderen afbakenen. Niet te veel spelen, gewoon lekker veel rusten. Op tijd naar bed en dat soort dingen. Maar goed, ik neem jullie mee in deze drukke week. En veel plezier met kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. Ik heb de kinderen naar school gebracht en ik heb de badkamer even een beetje schoongemaakt. De bedden opgemaakt, dat soort dingen. En nu ga ik even een blog schrijven voor morgen. Ik ga een boekreview schrijven, de eerste, over het boek van Merlijn Kamerling. Over zijn vader Anthony Kamerling. En ja, dat vond ik best wel een indrukwekkend boek. Dus ik dacht, daar wil ik ook wel wat over naar jullie vertellen. Als jullie dit zien, is dat al online gekomen. Dus kan je nog even kijken op twinkelbella.nl als je dat leuk vindt. En ik ga gewoon lekker aan de start. Ik ga eerst een kopje koffie zetten. Sofje net gehaald. En die zit lekker daar. Senna is nu bij een vriendje. En die komt zo ook hier naartoe met zijn vriendje. En ik ga even lekker... Oreo! Ja, Sof heeft een Oreo. Zo. Ja, deze ziet er een beetje raar uit. Maar die komt uit de diepvries. Ik ga lekker een pastaatje maken met deze en die. En dan kunnen we lekker snel eten zo. Goedemorgen, dinsdag. Vandaag hebben de kinderen een studiedag. Dat betekent dat ze dus lekker bij mij zijn. En we hebben vanmorgen heel rustig aangedaan. Ik heb lekker serie in bed gekeken. Zij hebben lekker een beetje rondgedwarreld in huis. En nu is Senna's kamer aan het opruimen. En Sophia die heeft even haar tablet en dan ligt ze heel lekker knus in bed. Het is bijna 12 uur en ik heb even beloofd om een eitje voor ze te koken. Dus dat ga ik lekker doen. Vanmiddag gaan ze naar mijn schoonouders en ik moet dan even een nieuw kentekenplaat laten maken, want ik kwam er gisteren achter dat ik geen kentekenplaat op mijn auto heb voor. Waarschijnlijk heb ik die er gewoon afgereden. Vindt zij gelijk, oh, je hebt hem er weer afgereden zeker. Maar toen sprak ik dus een moeder van een vriendje van Senna en die zei, oh ja, vrijdag zag ik het ook al dat je geen kentekenplaat had. Dus ik heb waarschijnlijk echt al een paar dagen zonder gereden. Niemand die het zegt. Maar dat geeft niet. Ik ga nieuwe halen en daarna ga ik even de boodschappen halen bij de appie. En ik heb een beetje opgehaald in huis. Ik kan nog even stofzuigen zometeen. En dan gaat deze dag gewoon super snel voorbij weer. We hebben alle drie aan het vloggen. Ja. Nou, we zijn hier allemaal. Kijk, Senna. Sophia. Ja, ik ben ook aan het vloggen. Maar heb je een zacht eitje? Nee, ik hoef geen ei. Zelf die nee, eitje pellen. Heb je een zacht? Tik op de rode. Mag ik dat wel doen? Eén keer. Op mijn bord? Wil jij even die schoenen van zo? Hoi! Ja, hoi! We gaan naar opa en oma. Gaat het goed? Oh, jongens. Oh. Ja, Sof schoenen aan, nu. Ja, Sof gaat ook vloggen. Yay. Nou, schoenen aan, meis. Ik kan ook jouw vielpoppetje doen. Kijk. Dat is maar. Ja. Oké. Okay. Oh, dan mag je de tas even terugzetten. Dan moet die mee. Oh, daar zijn we weer. Ik heb net mijn nummerplaten opgehaald en nu even de boodschappen. Zo, boodschappen binnen. Het is te laat om nog een shoplog te maken.
maar dat wil ik een volgende keer wel doen. Even kijken. Het is heel veel voor Sinterklaas ook hoor. Lekker chips en cola. En dit zijn de nieuwe. Dit wil ik een keer proberen voor Soos. Dat is van hetzelfde merk van die schattige kleine ginger mannetjes. Nu gaan we deze eens proberen. Of ze die lekker vindt. Ik denk het wel, want het is net zo'n kaasmonster als ik. Wat zit hierin? Oh ja, mijn pak. Oh ja. Nou, lekker. Oh ja, dit drink ik echt elke avond. Zo lekker. Doe ik gewoon met schuim uit de machine. Nou, waspoeder gebruik ik. Ik wissel nu een beetje af met vloeibaar. Maar ik heb er wel eens eerder over verteld dat ik heel graag gewoon poeder gebruik. Omdat ze zeggen dat het beter is en deze ruikt gewoon heel lekker. Ja, en dan... ja, dit is allemaal om hapjes te maken. Nou, yoghurt, melk. Vleesvervangers. Ook lekker. Ik ga trouwens vanavond eten. Deze kaasnietsels. Nee, macaroni groenten. Dus wij zijn weer helemaal voorzien. Soos, ben je akkoord? Soos? Vanmorgen? Ja. Deze. Oh, papa valt van bed. Ga even zo. Ik ga hem ergens al vastpakken. Ja, maar is het nou een grapje? Kom dan. Kom dan. Ik kan hem helpen. Goedemorgen. Even scherp stellen. Nou ja, ik ben in de tuin. Het is woensdag. Ik ga altijd 's ochtends even bij mijn citroenboompje kijken. Want kijk, hij heeft... Hij staat niet scherp, maar hij heeft citroenen. En ik weet niet zo goed... vorig jaar heb ik hem buiten laten staan in de winter. Maar ik weet niet zo goed wat ik nu moet doen. Hebben jullie tips misschien? Wat ik het beste kan doen, laat het achter in de reacties. Want ik wil natuurlijk dat hij zo mooi blijft. Ja, hier groeit alweer een citroentje. Even scherp stellen hoor. Maar ja. Maar ik wil hem mooi houden. Dus tips zijn heel erg welkom. Ik heb weer heerlijk zo'n hoofdpijndag. Maar ik heb wel goed mijn dingetjes kunnen doen vandaag. En ik heb een rode neus. Ik ga nu lekkere kindjesoep halen. Nou, chaos in de tent. Ik kreeg dit in het perspakket. Ik zou zo dat perspakket nog even laten zien. En toen zei Stijn, zullen we dat een keer doen? Dat doen we eigenlijk nooit, want papa vindt dat het rotzooi geeft en stinkt en alles. Maar dat gaan we doen, ja? Ja, dat is heel leuk. Oké, een pannetje. Kijken. Ja. Uitkijken hoor, bij het vuur. Maar zeker geen suiker op. Nee, suiker kunnen we zo doen. Oh, kijk eens hoeveel. Dat is leuk. Nou, het is gelukt mensen. We even suiker over. Hé, wie wil er popcorn? Ik. Ja, met suiker allemaal? Ja. Maar ik lust eigenlijk niet popcorn. Nee. Hoi, ik zit even lekker in zo'n dipje of zo. het is een zooi in huis, zoals je ziet, maar ik dacht ik laat het allemaal maar even gebeuren. Ik ga ook niet als een gek alles opruimen en zo. Komt wel weer goed, ik ga zo meteen koken. Stella gaat niet naar Survivor vanavond, maar ik ga wel ook lekker voor mijn zus koken. Lekker pasta, dus dat maak ik gewoon voor 9 personen in totaal. En dan doe ik het voor haar even in de koelkast zetten en dan breng ik dat morgen of zo even bij haar langs. En ja, het was wel een beetje zo'n gaar middagje of zo. Kinderen maakten veel ruzie en zo was heel hangerig. En ja, allemaal gedoe en zo. Maar ja, alles komt weer goed.
Nou, wel even leuk om nog dat perspakket te laten zien. Waar we ook die popcorn van hadden. Het is van Canal Digital NL. Ja, ik ben zo slecht met dingen uitspreken. Maar die hebben dus ook een nieuwe serie. Dus ik kreeg dit. Zo heet het. En oh, dit is zo lekker. Lekker kleedje. En lekkere sokken. En heerlijke fles wijn. Helemaal leuk. Dus daar ben ik wel blij mee. Komt goed van pas, want het is koud buiten. En even kijken hoor. Zat nog iets? Oh, ik zocht iets anders hoor. Dit was dan, dit hebben de kinderen al helemaal gesloopt. Dit was dan zo'n popcornbakje. En er zat dan nog een code bij voor een abonnement op Canal Digital. Dankjewel. Ik ben even stiekem naar boven gepeerd, want ik heb het zo koud. We hebben al gegeten. Finn is nog even met zo beneden. En Senna is helemaal gepeerd naar de woonkamer. En ik heb het zo koud. Ik heb de verwarming aan, maar... Oh. Dus ik heb een kopje koffie gepakt en ik dacht, oh, ik ga lekker even de serie kijken. Tot straks. Net van buiten, dus ik zie er een beetje verkleumd uit. Maar ik ben er met Sophia naar zwemles geweest. Het ging heel goed en heel leuk. En ja, daar heb ik een goed gevoel over. En ik wou nog vertellen, ik heb me deze week mezelf toegezegd om niet de hele tijd bezig te zijn met hoe ziet mijn huis eruit. Is het wel netjes? En dat is dus te zien. Maar... ik ben echt heel relaxed en zen en dat is echt heel erg fijn. Ik zal verder op in deze vlog nog even vertellen hoe het met mij gaat en zo. Want daar krijg ik heel veel berichtjes over. Op persoonlijk vlak en dat soort dingen. Dus dat ga ik nog even doen. Maar ik ga nu eerst even lekker koken. Zometeen ga ik weer sporten. Het was best wel een drukke dag vandaag. Ik moest vanmorgen heel veel doen. Ik had wat afspraken en ik moest wat dingen regelen. En vanmiddag dan met zoveel zwemles. Ja, en Sophie heeft dan altijd uit van zwemmen in zijn moeder, dus dan wil ze niks. Dus ik moet praten als brugman om haar überhaupt weer in haar kleren te krijgen. Heel gedoe. Maar goed, koken. Nu koken. Yes. En wat eten wij vandaag? Wij eten spinazie met geitenkaas. Dat is echt een lekkere combi. Die doe ik er gewoon lekker door. Wij eten crispy sticks. Dat zijn vegetarische stickies. Dit vind ik echt een lekker merk als je vegetarisch eet. Ik vind, ja, mijn kinderen hebben dus vaak geen eens door dat het geen echte kip is. Dus echt prima. Ik maak er even twee, want er zitten er vijf in een pakje. En we vinden het allemaal heel lekker. En aardappelpuree uit een zakje. Dat dan weer wel. Goedemorgen, vrijdag. Vandaag de dag dat het één keer in het jaar is dat de kinderen van mij snoep mee naar school krijgen. Het is altijd leuk om het
Sinterklaas even iets in hun bakje te doen. Oh, ik ben nog heel slaperig trouwens. En nu ga ik nog even wat verder pakken. En dan gaan ze zo lekker naar school. Nou mensen, nou zo zit ik er dus echt mee. Zo zit ik er dus echt bij op vrijdagmiddag. Ik ben moe, ik ben dit en ja, ik moet nog editen. En ik wil jullie nog van alles vertellen. Dus nou, het is super koud. Ik heb de verwarming op 22 graden, maar het wordt nog niet echt warm. Maar goed, ik heb mijn handen. Editen. Ja. Wij eten lekker gezond. Ik heb geen zin om te koken. En lekker frietjes. En ik heb 2 snacks volgens mij. Deze en pocket. Oh, en daar komt Sofje. Sofje. Hoi, hoi. Oh, ja. Het is avond en de kindjes liggen lekker op bed. Die slapen al lekker. En ik ga zo even wandelen. Ik ga deze vlog even afmaken en... Ik dacht ook, ik ga lekker afsluiten met jullie. Ja, vandaag een beetje een gare dag. Maar ik denk echt zelf dat het ook een beetje een soort einde van het jaar. Het zat druk, drukke kinderen, alles druk. Mijn man is heel erg druk. De kinderen is heel erg druk. Zijn heel erg druk. Dus allemaal bij elkaar is dat gewoon best wel veel. En ik moest er ook, want ik had vandaag dus echt zo'n gaar dagje. En ik moest denken aan een paar weken terug. Toen had ik... Verteld over dat ik heel veel hoofdpijn heb de laatste tijd. En toen had iemand een DM naar mij gestuurd. En die zei van ja, maar dat komt gewoon omdat jij veel te veel wijn drinkt. Toen dacht ik, oh oké, okay, hoe weet jij dat? Want ja, dat is dus echt helemaal niet zo. Alleen in het weekend. Mijn man die drinkt dus bijna helemaal geen alcohol. En alleen in het weekend heel af en toe. Dus dan mag ik blij zijn dat ik ook een fles mag opentrekken. Maar ik ben niet iemand die lekker in mijn eentje gaat drinken of zo. Dus het is echt heel weinig. Dus dat vind ik het grappig. Ja, ik plaats natuurlijk wel regelmatig iets over wijn. Maar dat mensen dan ook echt denken te weten hoe dat zit bij jou. Maar ja, het is dus echt, klopt voor helemaal niks van. Dit weekend is het Klaasweekend. Daar hebben we allemaal heel erg zin in. Kinderen vooral heel erg. Ik zie een beetje op tegen de drukte, maar dat geeft allemaal niet. Dat gaan we allemaal lekker doorlopen. Vind ik moet nog heel veel daarvoor regelen vanavond, maar dat gaan we even samen doen. En verder kijk ik terug op een fijne week. Het was alleen wel echt, alles ging kapot deze week. Ik was het nummerbord van mijn auto kwijt. De stofzuiger, mijn koffiebonenmachine. Echt zo balen. Dus dat is wel echt heel erg jammer. Maar die gaan we even laten, want het is een Miele. En ja, Miele is op zich wel heel erg goed. Dus ik hoop dat we hem gewoon kunnen laten repareren. En dat we niet gelijk een nieuwe hoeven te kopen. Ja, dat kan natuurlijk wel. Maar ze zijn best wel prijzig. Maar goed, we zien het wel. En jullie wil ik heel erg bedanken weer voor het meekijken. Vind ik echt heel erg leuk. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, zou ik het heel leuk vinden als je dat zou willen doen. En zorg heel goed voor jezelf en voor elkaar. Veel liefs, tot volgende week. Doei!